Noora, geef een home tour! En we zijn klaar! Oh! Jongens en meiden, check eens op. Oh, 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 oh! Goedemorgen, jongens en meiden! En welkom weer terug hier bij een nieuwe vlog. Het is vandaag weer een nieuwe dag. En het is vandaag tijd om gelijk de dag te beginnen met een heerlijk. Oh! Ik wilde zeggen met een heerlijk ontbijtje, maar dit is geen heerlijk ontbijtje. Als we dit gaan eten dan... Afwasblokjes. Nee, ik denk als we dit gaan eten dan komt er geen vlog meer online morgen, want dan is het einde verhaal voor mij. Maar ik heb hier net wel het koffiezetapparaat aangezet. Kijk eens even, die is lekker aan het opstarten, dus dat is super chill. Goedemorgen dus nogmaals, jongens en meiden. Wat een dag hebben we gisteren beleefd met mijn moeder en de nieuwe auto en weet ik veel wat. Zo, lekker geluid. Niet normaal. Mijn vader en mijn moeder die belden me vanochtend op en het eerste wat ze zeiden is dat ze naar buiten gelopen zijn. Dat ze gelijk wilden checken of het allemaal wel waar is en of het niet allemaal een droom was. Dus dat is natuurlijk allemaal super leuk om te horen. En ze zijn echt ontzettend, nou voornamelijk mijn moeder, het is mijn moeders auto, maar mijn moeder is er echt ontzettend blij mee. Vandaag jongens en meiden is best wel een leuke... Even wachten. Vandaag is best wel een speciale dag, jongens en meiden, voor mij. Want ik mag dus blijkbaar vandaag terug naar mijn appartement in Rotterdam. Wat dus niet meer voor mij is, want ik heb het natuurlijk verkocht een halfjaartje geleden. Maar ik mag dus kijken hoe het er op dit moment nu dus helemaal uitziet. En wat de nieuwe bewoners er dus van gemaakt hebben. Dus super leuk dat ik die kans krijg natuurlijk. Ik ben namelijk echt ontzettend benieuwd en ik wilde dit best wel al een tijdje, omdat... Nou ja, ik heb natuurlijk 2,5 jaar ongeveer in het appartement gewoond. Jullie kennen het allemaal van de vlogs. Dat was gewoon echt een geweldige tijd daar zo. Maar ik ben dus heel erg benieuwd wat inderdaad de mensen ervan gemaakt hebben die er nu in wonen. Want ze hebben uiteraard wat dingen veranderd. Ook had ik daar een aquarium in. Die hebben ze ook aangepast. Want alle vissen die zijn natuurlijk allemaal meegegaan naar dit aquarium. Ik bedoel, deze zaten toen ook allemaal daar in het appartement. Dus deze zijn ook eigenlijk allemaal verhuisd. Net zoals alle koralen en weet ik veel wat. Sommige, nee, de stenen trouwens niet. Die niet. Maar nu hoorde ik dus dat zij wel het aquarium behouden hebben, maar dat ze er dus iets anders van gemaakt hebben. Dus daar ben ik ook ontzettend benieuwd naar hoe dat er dus allemaal uitziet. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik even een lekker koffietje klappen of een cappuccinootje. Nee, ik ga voor de zwarte koffie. En ik word gebeld. Hallo. Hey, ik ga nu heel even die man bellen die stickers op die BMW moet doen. Goeie. Kijk eens even hoe heerlijk het eruit ziet. En kijk eens even hoe heerlijk, als we het lichtje aandrukken, dit eruit ziet. Hey. Oh, we hebben weer een lekkere kip samba van Yuma. Utrenta. Oh, dit is zo lekker, jongens. Echt dik shout-out naar Yoma, deze dingen. Dit is even mijn ontbijtspot van deze ochtend. Het is wel jammer dat het regent vandaag, want het appartement in Rotterdam is natuurlijk het mooiste als het gewoon echt zonnig is. En dat lekker die zon naar binnen komt op de ramen. Dus dat is wel een beetje jammer nu zo. Mist het appartement soms al eens? Nou, dat je lekker in de stad zat, dat vond ik wel fijn. Maar als je je bedenkt, zeg maar, als je nu kijkt naar je eenden en zo. Ah. Stel je voor dat we daar eenden hadden moeten houden. Je hebt zoveel mogelijkheden nu wel hier zo in. Maar wat ik mis is dat je zeg maar lekker centraal, je kon overal even heen. Ja, klopt. Ik wil allemaal eten bestellen. Ja, je kon heel veel eten bestellen. Nu moeten we elke keer het eten zelf maken. Je kon in de ochtend echt wafels bestellen, smoothie bowls, weet ik veel wat, alles. En hier kan je gewoon bijna niks bestellen. Het enige wat je hier misschien kan bestellen is pannenkoeken of dinner in de ochtend. Maar dat is pizzaatje inderdaad. Nee, ik zou echt niet terug willen naar dat appartement, jongens en meiden. Echt totaal niet. Want ik heb zoveel plezier aan de tuin en de ruimte die we hier hebben. En natuurlijk de eenden en alles en weet ik veel wat. En barbecuen wat buiten kan. Ik had daar gewoon echt geen buitenruimte. Dus dat is ook de reden dat ik echt gewoon wilde verhuizen. Ja. Oh nee, hier heb ik het precies over, jongens. Kijk eens even wat hier dan ineens allemaal weer komt aanlopen. Yo! Kwak, kwak! Kwak, kwak! Oh, vieze gele eend. Lilo, je was zo lekker mooi wit. Echt smerig gewoon. Lilo was echt de mooiste gewoon. Ja, hij was echt zo'n mooie witte eend. En nu is het echt zo'n smerig, vies, lelijk eendje geworden. Nou ja, een grote eend. Hallo! Hey, Yoda. Alles goed? Yoda snapt nooit dat het glas is. Nee. Ik heb me even heerlijk opgefrist. Jij bent nog bezig. Duurt bij jou altijd even iets langer. Ik ben echt snel voor een vrouw. Ja, dat is zeker waar. Een meisje. Nee, een klein poeselig meisje. Wat trouwens ook echt leuk is, jongens en meiden. Mijn verbouwing gaat natuurlijk bijna beginnen. Maar mijn zus en Jorn, die gaan ook op 1 november eindelijk een nieuwe huis in. Dus, een nieuwe huis in.
Dus dat wordt super leuk. Ze gaan ook slopen daar, verbouwen, heel het huis omgooien en weet ik veel wat. Dus daar ga ik sowieso bij aanwezig zijn, want ik vind dat natuurlijk ook helemaal, helemaal top. Ik wil net zeggen, als jij zeg maar met verbouwen moet je Gio achterwege laten, maar met slopen... Ja. Daar kan je wel... Ja, maar ik vind het gewoon echt leuk om ook alle veranderingen te zien en zo en weet ik veel wat. En om dat vast te leggen. Maar wij moeten zo de deur uit. Let op. I'm back! Sniffy! Ben je allemaal aan het doen, gek? Daar kan je niet doorheen. Oh, oh! Lekker regenachtig weer. Tijd om de auto te pakken. Oh, kut. Ah, het hek. Oh. Oh, jeetje, jongens. Wat een zeik weer. Wat een zeik weer. En ik ben droog. Kijk, dat is het betere werk. Op dus naar de Kop van Zuid. Ik ben echt super benieuwd. Ja, dat gaat straks bij mij instappen, maar die kan als het goed is even droog blijven nog. Dus een klein stukje. Ik heb er echt zin in. Ik ben echt, echt benieuwd naar wat ze er dus van gemaakt hebben. Lekker met de capuchon op. Hey, hallo. Hey. Ik zat dus te denken, maar ik weet niet of het nog zo is. Weet jij dat nog? Ik had volgens mij zelfs nog de controller van de garage daar zo in de toren. Maar heb ik die ooit teruggegeven? Jouw kennende niet. Nee, volgens mij heb ik die nog steeds ergens liggen. Dus kan ik nog steeds de garage van het gebouw in. Maar dat weet ik niet zeker. Misschien is het wel niet zo. Maar zoiets vaags kan ik me nog herinneren. We kunnen maar één quote in deze vlog gooien. En dat is... We zijn weer in Rotterdam. Yeah. Ik was even mijn hersenen aan het kraken. Ja, wist je hem even niet? Ik dacht echt, waar heb jij het over? Oh, lekker hoor jongens. Kijk eens, we zijn er. Het is nogmaals echt vet regenachtig. Echt zonde. Maar kijk, ik weet het uitzicht natuurlijk. We kennen allemaal het uitzicht. Ik ben gewoon heel benieuwd ook naar hoe het is ingericht. En hoe het aquarium eruit ziet. Het uitzicht, ja, is mooi met regen. Maar is niet echt om te genieten, zal maar zeggen. Bah. Wat trouwens ook super gaaf is. Ik mag dus binnenkort naar de top van de Zalmhaventoren toe. Ik ben uitgenodigd om te komen kijken. Wist je dat al? Ja. Oh. Want je maakte gisteren een grap dat je dat vandaag ging doen. Oh ja. Ja, echt goede grappen maken, denk ik. Ja, zo. Maar ik heb het daar ook natuurlijk zo vaak over gehad in de vlogs. En blijkbaar had iemand dat dus gezien. Dus ik mag naar de persdag van de Zalmhaventoren. Maar dat betekent dus dat ik helemaal daarboven op het topje mag komen kijken. We zijn aangekomen op de Kop van Zuid, jongens. Nu is het natuurlijk even zoeken naar een blauwe auto. Want mijn ouders die zijn hier, als het goed is, ook. En ik neem aan dat ze met de auto van mijn moeder zijn. Oh, ik probeer en naar de camera en naar de parkeerplaats te kijken. Maar ik denk dat ze hem op de achterste rij hebben staan. Ja, ik zie hem ja, staan. Ja, ik zie hem ook. Ja, ja, ja. Kijk, kijk, kijk. Hallo. Tadaa. Daar is hij hoor. Kijk eens even. Domme wakkie. Dom. Oké, ik moet ook even parkeren. Oh, het is echt geen weer om buiten te lopen. Ik moet er weer aan gaan wennen dat ik een jas aan moet gaan doen naar buiten. Hé. Hey. Kijk. Oh, jeetje jongens. Oh. Het waait hier ook altijd zo lekker, hè? Oh. Ik heb een lange. Ja, doe maar uit. Doe maar uit, dat is goed zo. Jeetje. Ik ga even op het afdakje staan. Ja. Nou, die werkt ook goed blijkbaar. Als er één ding is wat ik hier niet gemist heb, is de wind. Oh, wat was die verschrikkelijk hier altijd. Kou. Ja, en de kou hier zo. Oh. Het waait hier altijd zo ontiegelijk hard. Nou, dan gaan we aanbellen bij mezelf. Hé, hey, dat is even leuk. Oh, wow, ze hebben een nieuw ding. Hé, hey, kijk dan. Waarschijnlijk kun je niet meer zo hard schreeuwen en zo. Denk ik. Wat doen? Tik op het scherm. Ah, dit is nice. Wow, ze hebben dus een heel nieuw intercomsysteem blijkbaar. Oh, dit is echt apart om hier weer even te lopen zo hoor. Maar hè? Maar het voelt ook weer als de dag van gisteren eigenlijk. Ja, of zo. Ja. Het voelt wel weer vertrouwd. Zo van, oh, ik ben weer thuis of ja. Zo. We hebben even wat lekkers meegenomen, dus we gaan maar op de liftknop drukken. Oh, wat raar. Ja. Nou, dit is nog allemaal hetzelfde. Ja. Hier is geen ruk veranderd. Echt helemaal niks. Ja, je hebt toch 2 jaar hier gewoond. Ja. Klopt. Hè? Toch zie je wel weer een verandering. En ja, huis. De intercom is veranderd, dat de wel. Eerste huis. Zo. Kijk dan. Volgens mij hebben ze nu tegenwoordig een pasje op de deur of zo. Dit is ook helemaal nieuw. Jongens en meiden, check eens op. Oh. Dit had ik nooit, hè, dat ik hier woon. Kijk eens even, we zijn binnen. En het is zo apart om hier nu binnen te lopen. Ik ga het even laten zien. Want kijk eens even hoe het er nu dus uitziet hier in huis. Er is nog zoveel ook gewoon hetzelfde als je naar dit kijkt bijvoorbeeld. Ook de indeling hier zo. Dit is wel een andere bank natuurlijk. Er loopt hier ineens een hondje. Ja. Kijk eens even. Hey, de waakhond. Het voelt nog steeds als thuis dit eigenlijk. Ja, de oude tafel.
Ja, mijn oude tafel staat hier nog. Ja, ik zit hier ook nog wel gewoon heel relaxed zo van nou. Ja, het is toch een beetje apart, het gevoel inderdaad. Ja. Maar, ik heb nu even het gevoel niet of we inderdaad bij jou... Alsof we gewoon bij je thuis zijn. Dankjewel. Ja, echt hè. Nou kijk, want eigenlijk is nog, wat ik al zei, heel veel nog steeds hetzelfde. Ook natuurlijk wat meubels hier zo. Dit dressoir had ik ook. Deze plantenbak had ik ook. Het uitzicht is nog steeds echt prachtig. Ik zie wel dat er ook allemaal nieuwe dingen daar in de verte zijn bijgebouwd. En hier zo dit natuurlijk wat hier ligt. Maar het is echt een heel apart gevoel om hier nu te lopen. Omdat het gewoon echt nog als thuis aanvoelt. Alleen jij bent er, hè? Ja, kijk dan. Hallo. Wat ik vanochtend al zei, wat natuurlijk wel echt leuk is, is dat ook het aquarium gebleven is. Het is dus alleen een zoetwater aquarium geworden. Kijk, dit is dus nu hoe het er zo uitziet. Er zitten dus allemaal zoetwatervis in. Hoe vind jij het om hier te zijn? Ja, het is ook wat je ouders zegt. Het is oprecht gewoon alsof je weer thuis komt. Raar, hè? Heel gek. Kijk, ik laat ze je even zien, jongens. Dit is dus nu hoe het aquarium eruit ziet. Natuurlijk best wel anders dan die van mij. Maar ook hele aparte vissen. Ze komen ook een beetje hier zo naar het raam toe. Kijk. Hey. Echt heel apart om te zien. Het is gewoon ook inderdaad, omdat alles hetzelfde nog is ingedeeld, had de bank anders gestaan, de tafel. Ja, dan voelt het gelijk ook anders aan natuurlijk. Alles staat exact hetzelfde, alleen andere meubels. Ja, ja, zeker. Terwijl ook heel veel hetzelfde is. Ja, ja. Maar de keuken, jongens, die ik toen helemaal verbouwd heb, is ook nog steeds gewoon in prachtige, prachtige staat. Hè? Ja, zeker. Ja, dat is echt zo raar. Oh, wow. Dat was een afleidingsmanoeuvre. Jij wil niet knuffelen. Jij wil niet. Wil jij een beeld? Ja. Ja, kom maar. Het is ja, echt een apart gevoel. Maar het is echt een waakhond, hè? Ja, hè? Ja, gekke waakhond inderdaad. Ja, ik vind het leuk, hè? Dat dit ook nog. Ja, zeker. Ik denk dat het voor jullie als kijker ook best wel apart is natuurlijk om te zien. Omdat ik hier nou ja, zo lang, 2,5 jaar in geleefd heb. En dat, om nu ineens weer terug te zijn. Best gek, voor het beeld ook. Dit was ook wel echt de plek waar we hebben begonnen met vloggen, toch? Ja, dagelijks vloggen wel. Ja, dagelijks vloggen wel, ja. En je eerste huis natuurlijk. Ja, mijn eerste echte eigen appartementje. Ja. Als je dus ook hier in deze hoek staat van het huis, is het wel echt heel erg leuk allemaal ingericht ook zoals je ziet. Ik moet zeggen, ik vind dit eigenlijk nog mooier dan hoe ik het zelf had ingericht. Ook met het mooie kleed hier zo. TV is natuurlijk nog hetzelfde. Kijk, dit hier is er nog. Mooi die boeken hier zo. Het ziet er ook allemaal echt super strak uit. Dit hier ook heel strak. Nieuwe stoelen. Nou, de tafel die is dus nog wel gewoon behouden. Maar ja, dit blijft gewoon. Het aquarium is gewoon prachtig. Maar de bank is ook echt heel erg mooi. Echt leuk om het terug te zien. En hetgeen waar ik het ook natuurlijk het appartement voor gekocht had, jongens. Hé, hey, kijk eens, het uitzicht op de Erasmusbrug. Wauwie. En de muren zijn ook trouwens een beetje een... Ze hebben een iets ander kleurtje gekregen, zie ik ook. Een beetje kiezelkleur eigenlijk. Ja, hè? Ja, heel mooi hoor. Ja. Hele mooie kleur. Zeker. En ik hoop dat jij het een beetje naar je zin hebt hier, hè? Oh, wow, wow, rustig, rustig, rustig. Charlie, Charlie. Oh, Charlie. Ja, Charlie. Charlie gaat staan. Charlie! Hij doet een kunstje. Oh, vet schat. Wij gaan weer terug de lift in. Nou jongens, dat was even apart. Ik kan natuurlijk niet alles filmen, alle kamers, want privacy bestaat natuurlijk ook gewoon lekker tegenwoordig. Ja, het was wel heel bijzonder ja. Dat we zo... Ja, dat was, ja zeker. Het was echt, echt leuk. Maar het lijkt zo erg nog op mijn appartement. Ja. Echt, het is gewoon bijna hetzelfde. Ja, als ik het, dus zo echt thuis komen gewoon. Ja, ja. Het voelt echt nog alsof het gewoon lekker mijn huis is. Ja. Die bank nodigt ook echt uit om op te gaan zitten ja, trouwens. Hè? Ja, zeker. Lekker zacht, lekker ja. Ook die uniform. Ja, zeker. Ja. Oh ja, die kleur. Ik heb er nog steeds niet erin gereden. Nee, inderdaad. Moet nog steeds even meerijden. Ja. Heb je nog niet mogen rijden? Nee, mag niet. Echt? Oh, wat lullig. Ja. Oh. Ik zei vanochtend welke auto gaan we. En toen zei hij ja, met die van jou. Ah. Wil jij rijden zeker, maar dat mag niet. Ah. Ah, ja, dat is een mooi ding, jongens. Mooi ding. Ja. Wat blijft het hier toch wel echt een mooie omgeving zo, hè? De toren. Die torens daar. Het ziet er altijd zo ziek uit hier zo, als je hier op deze parkeerplaats staat. Wij zitten weer lekker dus terug in de auto. Hé, ik vroeg je al vanochtend, mis je het appartement? Dan ga ik je nu nog een keer de vraag stellen. Mis je het appartement? Wat de eigenaresse van het huis nu ook zei. Is dat zeg maar, jij hebt heel erg een werkhuis. Oh, je hebt altijd wel wat te doen. Wat in de tuin of weet ik veel ja. Wat. Ja. Dus, altijd als je thuis komt, denk je, oh, ik moet dat nog even doen. En als je hier binnenkomt, dan zie je de bank en dan kan je gewoon gaan liggen en dan ben je thuis. Ja. Ja. Dus er is wel zeg maar verschil. Er is wel echt alleen, een rust of zo daar, boven ja. Afgezonderd. Ja, en je komt zeg maar binnen, ja, misschien heb je nog een troepje wat je op moet ruimen, maar binnen een uur is je hele huis opgeruimd. Dus dat is in het huis nu totaal niet, nee. Nee, dus ik snap wel wat zij bedoelt. Met dat het gewoon heel chill is. Dus voor nu vind ik het wel gewoon heel fijn om gewoon de tuin en alles te hebben. Ja.
Maar voor later, maar als je wat ouder bent, snap ik wel dat mensen weer terug gaan naar een appartement in de Zomerhaventoren, lekker bovenin. Ja. Maar wat heb jij dan? Ja, ook dat wel een beetje. Maar goed, ja, wat ik al zei, ik zou echt van geen goud nog terug willen. Dat echt te nee, nu sowieso niet. Kijk eens aan, en we zijn weer thuis. En het is hier gewoon weer lekker helemaal zonnig. Ja. Minder wind. Ja, dat is toch wel... Toch iets meer naar het zuiden dan misschien of zo, hè? Nee, volgens mij scheelt dat echt helemaal niks. Nee, we zijn daar wel echt op de tocht, hoor. Ja, dat was wel echt een drama altijd daar. Het waaide daar verschrikkelijk hard altijd. En dan overdrijf ik echt niet. En nu zijn we lekker thuis. Met een lekker, heerlijk zonnetje hier zo. Sniffo! We zijn op je geboorte... Oh nee, je bent er niet... Nee, hij is helemaal niet geboren daar. Je bent daar opgegroeid ook, hè? Ja, daar zijn we geweest net. Ja! Oh, jongens. Ik ben me dus ook zo'n partijtje benieuwd naar de winter hier zo in dit huis. Hoe het allemaal gaat zijn hier zo. Mijn allereerste winter ga ik meemaken. Sowieso de herfst natuurlijk nu, maar ook de winter. Oh, of het gaat sneeuwen en alles. En of het gek gaat worden hier zo. Hoe het huis eruit gaat zien natuurlijk. Oi, oi, oi. Echt zo benieuwd ben ik. Ik heb er ook best toch wel weer zin in of zo. Ondanks dat ik donkere dagen haat, is het toch wel weer gezellig. En ook echt een uitdaging. En ik hoop dat het allemaal goed gaat komen. Dat zij het hier ook gaan overleven. Want het eerste winter is voor een beest altijd het ergste. Zeg maar, als hij die overleeft, dan is het zeg maar... Goed teken. Maar de eerste winter is voor een beest altijd het heftigst. Dus we moeten denk ik een soort van warmtelamp gaan kopen. Die we hier misschien ergens in kunnen zetten. Zodat ze lekker altijd kunnen chillen daar als het bijvoorbeeld echt, echt vriest in Nederland. Kom dan. Dan kunnen ze gewoon lekker hierin gaan zitten. En dan... Kijk wat Lilo aan zijn bek heeft dan. Lilo, wat heb je nou weer? Ja. Plons. Doei. Wij zijn onderweg. En met wij bedoel ik Ricciardo, Daniel Ricciardo en Jada van... Ah, je wilde zwaaien. Ik deed net de camera weg. Oh. Zou ik de auto gewoon op de handrem zetten? Nee. Ik heb dat nog steeds nooit gedurfd om dat te doen. De auto op de handrem zetten. Maar volgens mij is het zo niet slim. Of ja, ik weet echt niet wat er gebeurt. Met auto, elektrische handrem... Ja, dus, zit gewoon beveiligd aan die kant, toch? Nee, ik kan het niet. Nou, wij zijn in ieder geval... Ik zie het even niet. Ik krijg helemaal benauwd. Ja, ik krijg het ook benauwd van. Wij zijn onderweg naar Den Haag toe. Want we gaan voor het eerst dus langs bij Noora. Maar Noora woont dus met allemaal... ook Engelse mensen, toch, volgens mij? Ja, internationaal. Gewoon de helft Nederlands, de helft internationaal. Dus we moeten ook Engels gaan praten vanavond, als het goed is. Hello. I am Giovanni Latoy. My name is... How are you? Yes. Kom, gooi die straks ook. Hello, how are you? Yes. Daar zijn we. Hoppa. Skotel in Den Haag. Nou, ik ben heel erg benieuwd hoe Noora dus... Leeft. Ja, leeft gewoon. Ze nog leeft. Nou, ze leeft sowieso nog. Die instant noodles, weet je wel? Die van 35 cent waar je dan water bij moet doen en dan... Dat eet ze gewoon elke avond. Oké, let op. Noora, geef een home tour. Yes. En we zijn klaar. Ik heb zo vaak ook op mijn stories van, zou je een keer een room tour willen doen? En dan draai ik één keer mijn telefoon. Ja, jongens, aanschouw de home tour van Noora. Ja, wel echt leuk. Kamertour, ja, oké, dat is waar. Als jij zou moeten wonen, je ego die past hier niet. Ja, dat is waar. Zo mooi dekbed. Waar kunnen mensen kopen? www.dindyhome.nl. Ja, jongens. Het voelt hier echt een beetje als een campus aan, hè? High School Musical vibes. Hoe? High School Musical. Ja, dat was het. Hey, echt een domme huis toen wel, eerlijk. Dat was wel... Dat was lijp. Oh ja, we mochten dus heel even Noora de huis zien, jongens en meiden. Dus vandaar. Maar ze wonen daar dus met 16 mensen. Zouden jullie met 16 mensen in een huis kunnen wonen? Ik zou helemaal knettergek worden. Ja? Ik heb echt mijn rust nodig. Ja. Moet je nagaan als je gaat editen en je zit daar lekker op je bed en komt iemand anders binnen. Ja, maar dat is een heel ander leven natuurlijk. Nee, ik zou ook wel een beetje... Ja, ik heb ook wel echt privacy nodig trouwens. Dat is wel zo. Het bezoekje was maar kort, maar... Kort maar krachtig. En nu eten. Yeah. En met eten bedoelen we echt lekker eten. Oh, wat lekker. Eet smakelijk allemaal. Oh, Alex, ben je er ook bij? Ja, man. Lekker. Je bent hier naartoe gefietst, hè? Ja, man. Met jouw biker. Of met mijn biker. Ja, man. Ja, man. Het is zo'n reactie van... Het lijkt alsof Alex niet blij is met zijn cadeau. Ja, mensen zeiden dat ik ook een nieuwe fiets moet voor jou moest komen. Echt zo'n nieuwe. Boeien een fiets om een fiets. Maar dat zou niet eens handig zijn, want dan wordt het straks weer gestolen. Ja, waarom? Dit ziet er minder steelbaar uit. Dat denk ik echt van, jongens, is het nooit goed genoeg of zo? Ja, kijk, ik snap het wel. Hij heeft een tattoo op zijn deel van jouw naam gezet. Oké, ik moet nog steeds een tattoo op mijn kont zetten. Oké. Zeker wel. Jongens, laat allemaal in de reacties achter als we willen dat Ricardo zijn baard eraf haalt. We hebben hem nog geen één keer in de vlogs gezien zonder baard. Dan is het echt een puppy. Wat wil je ervoor? Hoeveel wil je ervoor? Dat Gio niet alleen jouw naam op zijn kont zet, maar ook jouw naam op mijn kont. Hij is de baard moet eraf, hè? Ja.
Rika, maar, ja, maar hij moet wel weer terug, maar ik wil het gewoon zien zonder. Ja, ja, ik wil ook zien zonder. Haal de keer eraf. Nee, dan gaat ze vriendin het uitmaken of zo. Ja, maar echt. Echt? Met wat voor baby ben ik? Hoe lang duurt het dan voordat het terug is? Een maandje? Een kwartier. Oh. Is het hier? Een maandje. Holy moly jongens, kijk, we lopen buiten. Hey, de winter komt eraan. Het sneeuwt hier gewoon. Nee, doe. Gooi. Jezus. Rennen. Ho. Oh, meneer. Kom racen dan. Huh? Wie doet er nou? Waar je remmen? Oh echt? Huh? Hey, laat de pik! Op zijn fietsje. Jongens, we gaan weer lekker naar huis. Zo, dat was even een kort maar krachtig bezoek aan Den Haag bij Noora. En even lekker wat wezen eten dus. En nu kan de auto op slot. Nog 6 dagen, bro. Huh? Dan... Laten we hiermee beginnen. Ja, 6 dagen? Ja, of 7. Ja, nee, nog 5 volgens mij. Hoeveel is vandaag? Ik weet het niet eens. Volgens mij is de 5e van... Ja, nog 6 dagen. Hé, hey, zo, ik had in 1 keer goed. Ja. Weet je waar het nu tijd voor is? Om te zaaien. Heel mek! Oh ja. Oh, we zijn zo verslaafd aan Super Smash Bros, jongens. Dat is echt niet normaal. Jongens, let op. Wij hadden dus net in de auto dit. Wij zaten in de auto. Het was nog 22 kilometer rijden. We kwamen om 22 uur 22 thuis. Het is nu 22 uur 24. En het was 22 uur. Ja, gewoon allemaal toeval. Dus ik kreeg allemaal DM's van jullie en die zeiden dat het een soort van engelenbetekenis was. Nou, nu staat hier dus, wanneer je het engelennummer 222 steeds opnieuw ziet verschijnen, is dit een teken van de engelen. Dat je in een bouwfase van je leven bent. Oké, maar wat betekent dit nu? Misschien voor je verbouwing. Ja, eerlijk. Waarschijnlijk is dat het gewoon. Let op jongens. Tadaa. Heet water erin. En... Even wachten. Ja. Kijk eens even wat er tevoorschijn komt. Ik blijf het echt cool vinden. Nee. Nee, zie de mok niet. Heb niet gezien. Het is eerst een zwarte mok en nu is het gewoon dit. Oh, dit? Ziek hè? Ja, jammer van dit. Jongens en meiden, het is tijd om te gaan slapen. Van wie ligt hier een BH? Ik heb geen idee. Dit is de logeerkamer. Wat is hier gebeurd? Oké. Maar jongens en meiden, morgen om 6:30 is er uiteraard een nieuwe vlog online. Weer een dag dichter bij de verbouwing dus. Je weet het, ik zei het al. Hey, tekens van de engelen. Hier komt de mooie, prachtige lift. Ik kan niet wachten. Ik ben zo benieuwd hoe dat eruit gezien en hoe het gaat werken. En weet ik veel wat. Het gaat zo gek en lijp worden, maar... Morgen om 6:30 is er uiteraard weer een nieuwe vlog online, dus jongens en meiden. Ik hoop jullie daar allemaal weer te zien. Ik vond het ontzettend leuk om aan het appartement terug te zien. Echt heel apart om daar rond te lopen. En dat gaf een heel gek gevoel toch wel. Maar ik hoop jullie allemaal morgen weer te zien bij een nieuwe vlog. Dus bedankt voor het kijken. Tot morgen. En ik zeg later.